mijn hele familie wil ik iedereen die hierbij betrokken is geweest heel hartelijk bedanken. We roepen iedereen op om vlag en wimpel uit te steken in verbondenheid met elkaar. Dat doen we ieder jaar. De klokken gaan luiden, althans dat hoop ik, en dat is nieuw. Dan krijgen we felicitatieboodschappen van burgemeesters. Normaal gesproken gebeurt dat op een Oudbade. En we willen filmpjes zien, althans daar wil ik mensen toe uitnodigen, van mensen die een lintje hebben gekregen. Die staan normaal gesproken op het bordes van een stadhuis. En dat is nu te zien op de website, koningsdagthuis.nl. Wilhelmus van Nassau is jarig. Willem-Alexander heet Wilhelmus van Nassau. Althans, dat is zijn familie. En al heel lang is dit ons volkslied. En dat wordt ieder jaar op Koningsdag gezongen. En dan ook nu. We hangen de vlag uit als teken van verbondenheid en saamhorigheid. Er zijn mensen verdrietig, er zijn mensen gestorven. Er zijn ook mensen jarig. Het leven gaat door. En in die verbondenheid met elkaar en met dit land hangen we de vlag uit. Althans, we roepen de mensen daardoor op. De rest van het programma, we gaan onder andere proosten met elkaar. Hoe moet ik dat voor me zien eigenlijk? We nodigen iedereen uit om om 4 uur op de Nationale Toast een toast uit te brengen op de gezondheid van iedereen, op de koning en op elkaar. Ja, hoe moet ik dat voor me zien? Moet ik dan voor de tv gaan zitten? Hoe moet ik dat gaan volgen? Ja, wat u wil, al gaat u toosten in de badkamer of met uw gezin of op het balkon met vrienden. Als u zich maar houdt aan de regels van de noodverordening. Ja, dus die 1,5 meter afstand houden. Dat wordt met proosten natuurlijk wel moeilijk, denk ik. Een gezonde toast. Een gezonde toast, oké. Dat kan natuurlijk ook een beetje door de lucht eigenlijk.